Ik lig al een tijdje aan de CTG. Oh, de hartslagen zijn weer weg. We zijn weer terug. Nou, Jamie is weer terug. Mag ik die pasta zien? Echt, hij heeft allemaal cadeautjes meegebracht. Dingetjes hier zo leuk opgehangen. Goedemorgen. Het is over vrijdag en ik begin nu met vloggen. Ik ga dit ding even omhoog doen. Het is namelijk heerlijk weer. Dus daar wil ik wel wat van zien. Zo. Ondanks dat ik nu niet naar buiten kan, word ik alsnog blij van het zonnetje. Zo. Nou. Ik ga even lunchen. Ik heb crackers met komkommers, weerkaas en fruit. En daarna om 1 uur, het is nu 12:30, heb ik les. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat. Want ik moet dus op mijn 4G les volgen. Dus dat wordt een aardige telefoonrekening waarschijnlijk. Ik ga even kijken of ik dat misschien nog kan fixen of iets. Maar voor nu ga ik dus eventjes eten. Ik ben vannacht trouwens alleen. Jamie die is wat dingen regelen nog. Dus. Nou, ik heb even geluncht en ik ga nu mijn les volgen via Teams. James is er weer. En die heeft lekker eten meegenomen, heeft mijn vader gemaakt. Dus ik ga nu lekker eten. Trouwens, ik heb deze week, het is inmiddels alweer vrijdag, dus ik heb echt zowat niks gefilmd. Ik heb ook echt vrij weinig gedaan, maar ik heb wel een echo gehad. Een groeiecho. En die was hartstikke goed. Ze groeien gewoon nog steeds volgens de gewone curve, laat maar zeggen. Je hebt een gemiddelde en daar zitten ze. Er zit A gewoon dus precies op en B zelfs ietsje boven. Dus dat is eigenlijk heel goed. En ze gaan maandag overleggen wat ze verder als plan willen van wanneer ze me willen inleiden, et cetera. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Voor nu gaan wij weer Netflixen. Verrassing. Kijken dus nu een serie. Dit is hem, wacht. Kijken nu deze serie, is best wel leuk. Oh. Goedemorgen, het is 8:30, bijna. Ik lig al een tijdje aan de CTG. Oh, de hartslagen zijn nu weg, dus zijn we terug. En ik heb ondertussen ook een ontbijtje gekregen. Maar daar wacht ik even mee totdat ik van het CTG af ben. Dat zal straks wel zijn. Ze zijn heel druk aan het bewegen, dus het gaat er de hele tijd van af. Zo. Ik denk, ik neem jullie even mee in een dagje. Hoe mijn dag er nu zo ongeveer uitziet. Nou, ik ga even ontbijten. Het is nu 8:55. Het is inmiddels 10:30. Ik heb even gedoucht en mijn soort van een beetje klaargemaakt. Nu ga ik even aan school werken. Want dat gaat ook gewoon door. Nou, dat ga ik even doen en dan verder moet ik even kijken. Het is inmiddels 10:30. En ik ga even lunchen. Het is inmiddels 4:30 en ik ben niks aan het doen. Ik ga even verder met kijken van een video. En verder, ja, gaat er niet zoveel gebeuren. Nou, Jamie is weer terug. Mag ik die pasta zien? Echt, hij heeft allemaal cadeautjes meegebracht. Nou ja, dit gebracht, ja. Ik heb deze pasta's gekregen van mijn vader en zijn vriendin. Wow, nou dit is echt,
Het valt op camera niet op hoe groot hij eigenlijk is. Het is echt niet normaal. En ik heb een kaart gekregen van Iris en Janine. Echt zo lief. Die foto's zijn echt heel oud. Echt zo grappig. Met... Oh, hij moet even blijven liggen. Blauwe M&M's. Dat zijn mijn fave. En Janine die had voor haar verjaardag cupcakes gebakken. En ik zei dat ik echt me zo lekker leek dat zij die Bueno cupcakes ging bakken. Dus ze heeft er twee meegegeven aan mijn vriend. Echt zo lief. En lekker. Kijk er nu al naar uit. Om ze op te eten. En ik heb deze kaart, andere kaart nog gekregen. Van die meiden. Oh, zo lief. Zo'n lieve kaart ook. En ik heb van mijn schoonmoeder. Oh, kijk nou. Beware of the twins. Deze twee rompertjes. En echt heel erg verwend. Zo schattig. Welk maatje is het eigenlijk? Maat 50. Oh, ziet er wel echt kleiner uit. Oh, zo leuk. En Jamie heeft ook nog eens spaghetti meegenomen. Nou ja, toevallig had zijn moeder dat gemaakt. Maar daar had ik echt super veel zin in. Dus ik ben helemaal blij. Het is nu 7 uur en ik ga lekker spaghetti eten. En dit krijg ik nooit op. En ondertussen kijk ik tv. En ik heb trouwens de kaartjes en dingetjes hier zo leuk opgehangen. Superleuk. Als stoetje ga ik lekker deze cupcake eten. Het is zondag. En vandaag ben ik even naar buiten geweest en heeft mijn moeder lekker pannenkoeken langsgebracht. Dus die hebben we net lekker opgegeten. Vanmiddag ben ik bezig geweest met school. Ga ik nu ook weer even doen. Dat moet ik morgen namelijk af hebben. Heb jij nog wat te zeggen? Nee, is een beetje saai. Wat zullen we straks doen? Netflix. Netflix. We hebben niks anders te doen. Nee. FIFA. Nee. Nou, straks dus gaan we dus even Netflixen. Morgen heb ik school, volgens mij pas aan het eind van de dag. En krijgen we te horen van, ja, hoe of wat het nu gaat verlopen. Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ze hebben die vergadering om 4:30 s'avonds. Dus dat, ik weet niet of ik dat echt al morgen dan hoor of pas dinsdag. Dus dat gaan jullie zien in de volgende weekvlog. Goedemorgen, het is maandag. Ik ben me... een weekvlog aan het editen en ik zie dat ik helemaal niet heb afgesloten, dus hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot volgende week.